Nou ja, die komen allemaal over van hier het gebied. Ik heb dus een nieuwe set met rotsen gedownload en ik heb hem net bekeken. Hij staat hier ergens tussen mijn foliage set. En het zijn echt mooie. Kijk, je weet tenminste wat je aanklikt nu. Dat je bij die boel kijkt, die gedetailleerd met alles erop en eraan. Dat zijn dus die mooie rotsen. Die was ik al echt al ook wel aan het zoeken. En daar gaan we dus nu mee verder werken. Met deze rotjes. En ja, ik ga eens kijken. Boulders. Het zijn kleine boulders. Die zijn ook altijd wel handig. Dit zijn grotere, kleintjes ook, maar ik moet grote hebben nu. Nu heb ik wel redelijk grote nodig. Ja, dat zijn grote. Even kijken als we ze wel op de grond komen natuurlijk. En dan moeten ze zoiets zijn. En we moeten dit dus proberen zo goed mogelijk te bedekken. Met misschien wat meerdere laagjes. Ja, dit zijn dus lagen. Mooie laagjes gaan we daarop maken. Wat hebben we hier? Oh kijk, dit zijn ook. Dit zijn. Ja, die zou ik eventueel ook kunnen doen. Misschien hebben we een kleiner formaatje. Kijk, dit brengt die hele achterkant al. Super. Mooi. Voilà, kijk, heel achterkant is weg. Oh, die zweeft. Mag niet. Zat hij nu op de grond? Ja, nu nog altijd. Ja, hij staat op de grond. Dat is het voornaamste. Maar hij staat niet echt in dit ding. Dus we gaan hem iets meer hier zetten. En dan zo. Dan zet hij normaal gezien altijd in de grond. Ja, en dan wat we dan doen kunnen is daar zo nog ietsje op zetten. Het is niet echt mooi. Deze kunnen we dan eventueel opzetten of met kleinere stukjes werken. Misschien eerst even deze zijkant een begin geven. Dat is ook niet slecht. Dat we die hier zo laten uitkomen. Nee, die zit niet te fel van binnen. Hè. Ik word soms wel gek van dat water, maar dan moeten we maar even mee kunnen omgaan. En kijk, dit is gewoon echt een heel erg leuk setje mee te werken. Er zit ook meer bij dan alleen maar rotsen en ik vind het echt gewoon super sets. Ik heb hem pas, dus het is de eerste keer waar ik mee werk. Algemeen werk ik nu pas eigenlijk de eerste keer met rotsen. En ja, ik wil dit hoekje kunnen wegwerken. Het is niet zo mooi. We hebben een klein buldertje. We hebben kleine bulders. Ja, hier zijn die kleintjes. Kijk, als we deze nu. Dit is eigenlijk ook mooi, dat we die met meerdere hier zo opleggen. Kijk. Moeten we wel ongeveer op kunnen leggen dan. Voilà. Kijk, dit is eigenlijk ook niet slecht. Het ziet er heel mooi uit. Het is even zoeken voor een rotje om dit hoek hier te fixen. Dus wij gaan we toch echt met zoeken. Dit is een goede. Kijk, dit is een kleine bulder. En voilà. En zit er twee in. Voilà, we hebben de juiste hoek nog kunnen weghalen. Dus hier in de nieuwe zetten nog. Je ziet, van het hoekje is niks meer te zien. Hier hebben we wel nog heel wat te zien. Van deze hoek. Dus we deze nu eens eerst zo doen. En dan gaan we hier een grote bulder tussenin zetten. Een grote zei ik, geen kleine. Dit is een grotere. Ik ben eigenlijk een soort van hoog hebben. Zo, denk ik. Niet slecht. Nee, kijk, je ziet eigenlijk al door die ene grote die hier staat, waar we nu eigenlijk een beetje meer variatie aan gaan toevoegen, door eventueel hier een rotje nog laten uitkomen of hier, dan werken we met verdiepen. Kijk, als we hier zo'n rotje zetten, je ziet duidelijk dat het dan zeg maar niet uit je dus één rots. En we werken met verdiepingen. En dat is fijn aan custom, je kan plaatsen door elkaar. En dan moeten we hier even. Nee, dat is eigenlijk een grote. Dat is een te grote rots om daar te zetten. Dit is ook zo'n grote. Kijk, als we die heel voorzichtig op de laagste stand zo zetten, neemt die een klein beetje van dat water weg, maar dat maakt niet uit. We hebben hier nog een klein hoekje wat we nog even een beetje mooi moeten maken. En dan hebben we deze hoek nog. En dan zijn we eigenlijk al klaar hier. Kijk hoe snel het gaat met deze set. We weten wat we aanklikken. Dat hadden we bij de vorige set niet. Want we zagen daar alleen een logotje staan. En ik heb hem nog altijd erin staan die set. Kion Grease. Ik weet niet of dat het heet. Het is geen slechte set. Maar je weet niet wat je aanklikt. En dat heb je bij deze set dus wel. Je weet wel degelijk heel goed wat je aanklikt. En
er zitten ook boomstammetjes bij, zo gekantelde stam. Ik heb dat nee, die staat niet echt goed deze. Dan moet ik kleiner in de plaats komen. Denk deze is zo groot genoeg. Dan moeten we nog iets naar voren, dat we dat goed punt kunnen maken. Kijk, we zien niet meer veel van dit. Van over. Hier staat eigenlijk één dingetje fout. Als we deze nu... Ik zit eigenlijk ook nog altijd niet super de pieper. Eerst doen we dat zo. Ah nee, dit moet niet te laag. Dit is te laag, dus zo moeten we hem dan hebben. En dan moeten we alleen hier nog dit kleine randje ding... Dit kleine randje fixen. En dan... er kunnen altijd extra rotsen komen, bijvoorbeeld hier, dat we hier zoiets maken, dat ze hier door de rotsen, tussen de twee rotjes in gaan. Dat zou eigenlijk nog niet slecht zijn, denk ik. Dus dat ze hier zo tussen twee rotsen in gaan, denk ik dat het dezelfde beeld is, ja. Ja, die raakt de baan niet, en op zich kan dat, vind ik, niet slecht uitzien. Maar we gaan eerst even naar dit hoekje. Ik ben een beetje van de nacht op de tank, maar oh, ik vind het zo goed. Ik vind het gewoon een leuke attractie om nu al aan. Ik vind het gewoon een leuke ding om aan te werken. Kijk, voilà, we hebben dit. We hebben het hoekje gefixt. Ik ga het even wegklikken en dan kijk wat mooi. Kijk hoe dit uitziet. Nog nooit heb ik met rots gewerkt en ik vind het echt mooi. Ik ga hier bovenop nog wat extra decoratie doen met bloemetjes. Aangezien hier in deze set heel erg leuke items zitten. Zoals van deze boomstompjes. Kijk. Het is gewoon omgehakte bomen. En er zit één heel erg leuke bij. Dit zijn de leuke. Zitten we die omgevallen boompjes, zeg maar, dat we dan een paar omgevallen bomen zetten. Dit vind ik echt gewoon heel erg leuk om te werken. Dat we bijvoorbeeld... Die zweeft. Dat mag niet. Heel voorzichtig zijn altijd. Met wat ik aanklik. Zweeft ook nog. Ja. Veel lawaai, maar dat komt door die, door de, ja, door de waterval is dat. Dus met die waterval heb je veel lawaai. Dus komt het naar het kleine stuk, dit kleine hoekje gaan we even afwerken met, laat me denken, gewoon een rotje, een klein steen. Een klein steentje kunnen we pakken. Zo, kijk, met dit kleine steentje. En dan draaien we hem een keer en dan... Eventueel, het was, ja, hier, nu staat hij wel goed, kijk. Ik vind het super. Ik vind het heel erg mooi. Ik kan opslaan, dat we dat niet kwijt raken. Voilà. Dat is snel opgeslagen. En, we gaan even verder werken aan het station. En, daar heb ik ook aan verder gewerkt met nieuwe palen. Zoals jullie zien, zijn nieuwe paaltjes. Dat zijn palen die ik in de set zelf heb gevonden. En, de vloer, hier heb ik dus zeg maar... zoals jullie zien hier heb ik dan... Ik heb nog iets extra's gedaan, dus ik even Ctrl Shift 0 doe. Ga ik even load en dan special in de wachtrij. Dan zien jullie hier dat ik baan heb gemaakt. En hij is nu klaar, dus eigenlijk wil ik eens even... Dit is de snelheid, ik wil eens even... Oh, kut. Load. Even opnieuw inladen. En dan wil ik hem eens eigenlijk... Eigenlijk wil ik hem... Ik kan dat ook zien. Ja, je kan het zien. Dan moet ik eens even... Neem het turnier beginnen natuurlijk. Nee, dit... Ja, die speelt van wonen racht. Maar ik denk dat het sowieso niet ga gebruiken. Aangezien ik dit niet echt iets vind. En als jij je back niet gedaan... Ik heb nog geen zin om het turnier te nemen. Maar wij gaan... Naar onder. Wij zitten ongeveer goed. Naar... Spear Pirates. De nieuwe pirate set, die is eigenlijk zijn heel mooi raakjes in. Die ga ik hier als... Oh, dit is een diagonale. Ik moet een rechte. Ja. Een recht raampje. Met... Een blauw dakje. Niet slecht uit, denk ik. Dus we nu... Even kijken. Staan ze zo even op? Ja. Yeah. Om het schot. Moet die nog niet slecht... Misschien hier in het midden een deurtje. Dit is een druk. Ik moet even een deurtje zoeken. Een deurtje. Hier in het midden een deurtje zetten. Zodat, dit is alleen een kader op zit. Met een deur. Ja, kader met deur. Ah nee, die gaat daar niet tussen. Komt niet uit. Dan doen we geen deurtje. Ja, dat moet normaal wel een deur zijn die daar tussenin kan, denk ik. Maar goed, dat is voor een ander keertje. Wij gaan eens even kijken naar de muurstukken.
ronde raampje zou misschien eigenlijk wel kunnen. Als we hem goed maken, als we hem goed draaien. Nee. Zet hij nu wel goed? Waar staat hij nu? Geen idee waar dat nu staat, het raampje. Nee, ik zie het nergens staan, dus oké. Hier zie ik dat één paal zelfs niet helemaal doorgekomen is. Dus dat moet ik even opnieuw maken, dat paaltje. Hier is die paal. Hier is dat paaltje en kan ik hem zetten? Ja, kan ik hem zetten. We hebben nog eens een paal die niet juist staat. Nee, de meeste palen staan allemaal juist en ik heb alle palen al gezet. Misschien is het... Nee, dat ging als hoekschot, zeg maar, inbeelden. Maar ik heb naar mijn broertje geroepen dat ik moet gaan eten, dus ik ga heel eventjes... waar is dat muurtje nou? Waar zijn die muren? Oh, hier. Oké, de muur. Ik ga maar even kijken of ik hem juist heb. Heb ik hem juist zo? Ja. Ja, ik heb hem juist zo. Ik heb hem, ik kan kijken, hè. Moet juist staan. Die paaltjes zijn dus ook nieuw. En eigenlijk vind ik het leukere paaltjes dan die van de Alphen Village set. Aangezien het dus nu eigenlijk van één set afkomstig is. Oh, die set fout hier. Dan, dit is een diagonale. Wij moeten hier even twee halfjes. Hier een half. En hier een halfje. En zo gaan wij dus dadelijk het station, nadat ik gegeten heb, afmaken. Ik ga mijn spel voor alles grip opslaan. Dat hij niet vastloopt. En dan zijn we die paar stukjes kwijt aan dat raampje ook. Maar het komt dus eigenlijk mooi. Heel mooi. Je ziet hier wel het gras, maar dat zien de mensen niet. Het is gewoon... Ja. We gaan het station afmaken in deze aflevering, hoop ik. En dan gaan we in de... Misschien ga ik de thematisatieklimmetje zelf doen, maar ik ga nu eten. Zo, dames en heren, wij gaan verder met het bouwen. Ik ga mijn blokjes even terug. Blokjes. Ik ga mijn muurtjes terugnemen. En die staan met te ver. Hier staan die. Pirate. Voilà. Is het juist? Ja. Pirate things. Oké. Okay. Nice. Dat zijn de brikken nu. We hebben het hout. Wow, het liep even een beetje vast. Houten muurtjes, waar zijn mijn houten schotten? Eens even denken, hier staan ze in de buurt. Ja, bijna zijn we er. Ja, ben er langs. Hier zijn ze. Ik ga dus nu even kijken, want ik moet ze juist draaien. Per keer dat ik ze plaats, want volgens mij staan ze overal staan ze wel in een andere richting gedraaid. Ik weet niet waarom dat ik dat gedaan heb, maar overal staan ze wel echt in een andere richting gedraaid. Dus ja, dus sowieso staan ze links of rechts, maar ze staan ook in die andere richting. Hier moet ik nog palen zetten, zie ik. Moet ik hier zelfs nog helemaal doen. Palen zetten allemaal. Ook daar moet ik nog doen aan de binnenkant. Aan de andere kant van het station. Moet dat ook nog gebeuren. Paaltjes. Wat hebben we? Hier moet ik eerst zo opkomen. Nu zo. Dan zo. Het is even zoeken, hè. Hier moet ik ook nog palen zetten, zie ik, aan de trap. Wow. Die moet weg. Maar dit is het, want hier aan de trap zelf kunnen wij geen schotten zetten. Meer zetten bedoel ik, omdat... ik denk hiervoor is het misschien ook een beetje stom dat we die zetten. Ik denk dat we het zo laten, ja. Zo gaan we het houden. Oh nee, ik moet er binnen nog wat schotten zetten in de wachtrij. Omdat het zijn dubbele palen, dubbele schotten. Dus die staan aan twee kanten gewoon. Ik weet niet waarom ik dat gedaan heb, maar... Oh ja, dat was hem met die hekjes uit te komen. Ja, dat was hem met de hekken uit te komen. Hebben we dat gedaan, bewust dus. En daarna de achterkant nog even fixen. En dan hebben we de grote muur gezet. En dan moeten we daar gewoon nog kijken. Oh, hier zijn ook nog die... Die moet ik ook dubbel doen, zie ik. Ja, eigenlijk hoeft het hier niet dubbel. Hier moet het wel dubbel, want dat zie je nog. En hier achterin zie je niks meer. Dus dit hoeft niet echt dubbel, want dat zien we niet, maar toch, we gaan het voor alle zekerheid gewoon dubbel maken. Zo, nu staat hij dubbel. Hebben we nog ergens paal? Ja, hier hebben we, ik word gewoon gek van het geluid van die waterval. Dat is een man. Ja, maar ja, het is wel de moeite waard om daar in te gaan zitten dadelijk, als die albers natuurlijk. Als hem niet afkomt in deze aflevering, de thematisatie dan toch.
waar natuurlijk niet vanuit ga, dat die afkomt. Ik moet even boven het geluid van het water uitpraten. Dan ga ik dat nu dadelijk gewoon na de opname verder zetten. Die thematisatie ga ik gewoon helemaal dan proberen af te maken tegen de volgende aflevering. En als die dan klaar is, kunnen wij een omraai doen en dan kunnen wij ook beginnen aan de nieuwe argwaan en dat is deze. En ik weet nog niet of het dit argwaantype gaat zijn. Dus we zijn eigenlijk nu zo aan het werk. Plus, ik ben aan het twijfelen als ik petkopers ga gebruiken. Want kijk, ik vind het eigenlijk wel een heel saai pad. Het gaat maar gewoon helemaal recht. Dus hier moet wat meer variatie in komen. Dat we daar bijvoorbeeld schuin gaan gaan. Ik ga dus petkopers voor gebruiken. Overal. Dat ga ik daar eens even laten zien hoe dat uitziet. Beter goed dat gewoon niet. Petkopers. Dat zijn dus dingen. Je hoort het aan de naam petkopers. En waar staan die? Ik hier, petkopers. Het zijn dus zeg maar van deze dingen. En die leggen dan over het hele park. En we hebben er meerdere soorten. Dit is een soort. We hebben dus die vorige soort. En we hebben die grijze. Ik weet niet. Die kleur kan je nog veranderen. Oh, die kleur kan je veranderen. Ja, dat wist ik niet. Die kleur kan je dus ook veranderen. Stel, we kunnen eens kijken hoe dat uitziet als we ze zwart hebben. Ja, maar hoe ziet het dan bruin uit? Oh ja, dat bruin is dat. Die zwarte zelf. Dit zijn de zwarte. Ja, die zijn zwart. Ik denk dat we deze gaan gebruiken. En dat is zeg maar dat we dat over het huidige pad leggen. Dus dan hebben wij, kijk, met dit hebben we dan geen zeik meer. Dan leggen we het gewoon hier zo over. Hup. En dan lijkt het alsof dat allemaal aan één stuk is aangesloten. En dit gaan we dus over het hele park moeten doen. En dat is redelijk al wat. Plus, dames en heren, voor schuine paden komt er dan nog zo'n dingen tussenin dat dat niet schuin lijkt. Dus het zo is. En dan lijkt het gewoon dat dat zo één pad is. Dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk dat we dat kunnen doen. En we hebben maar vier, we hebben drie soorten dingen. Drie soorten drie stukken om te gebruiken. Dus kijk, ik wil hier nu ook zo'n hoekje plaatsen. En hier alvast. Nee, die moet hier niet. Die moet hier liggen. Normaal ligt die daar goed. Ja. Heel mooi. Ja, dit is dan weer niet mooi, maar dat hoekje is wel. En je ziet, dit is alweer iets helemaal anders. Die petkoppers gebruiken. En we gaan even van de bouw van de station af. Om die petkoppers te fixen voor een deel al. Dus ik ga kijken. We gaan het even speedbuilden, ja. We gaan dit plein tot en met onder het reuzenrad. Dus dat is tot en met hier. Tot en met hier ga ik het allemaal leggen. En jullie gaan dat allemaal speedbuildend zien. Allemaal speedbuild. Ja, weer precies. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up and above, wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Zo dames en heren, jullie zien dat ik hier nu een klein stukje
nieuw schuin pad heb gemaakt. Wat ik nu ook even ga petcoveren. Jullie hebben dus net in die spiegel gezien dat het niet al te makkelijk is. Ik heb af en toe een stukje weg gedelete in plaats van de petcover zelf. En we gaan het even nu heel deze streek, heel dit padgedeelte gaan we nu goed maken. En ik vind niet dat ik eigenlijk wel, er is ook een petcover in de hier staan die ook, maar nee, hier staan ze niet. De petcovers staan eigenlijk ook alleen maar in de dinges. Ja, oké. Okay. No problem. Die staan dus alleen maar hier. Maar het ding is, ik weet dus niet hoe we die met die schuine randjes kunnen toch gaan fixen. Maar niet uit, we gaan de petcovers aanbrengen. Hier en nu. Het is dus even uitzoeken hoe deze werking gaan kan. En eigenlijk heb ik nu al idee van hoe dat eventueel wel kan gedaan worden. Wat wel een pak werk gaat zijn. Als we dat overal zo moeten gaan doen in dit geval, kijk. Oh, dan hebben we dat hier even goed. Oh god, ja. Oh my god. Zo, jij zo, natuurlijk. No problem, ik heb het gefixt. Het was geen ritter van ik, jongens. We gaan het kijken. Het is veel werk. Misschien wel, ja. Om dit overal zo te gaan doen. Dat we overal dan zo gaan werken. Het is gek werk. Ja, maar het heeft een mooi oog. Het is ook veel mooier. Dat we hier nu echt schuine randjes hebben aan dat pad. Wat zo met, ja kijk, dit is zo mooi. Schuine randjes. We gaan dus eerst even dit dingen met de grote curvers leggen. De grote petcovers. En dan gaan we dat dadelijk de dingen weer. We gaan het dus versnellen. Maar dan weten jullie dus nu eigenlijk wat ik hier nu aan het doen ben. Ik ga dus een nieuw toegangspad maken naar de nieuwe diverser. Die nieuwe achtbaan, ik zie, dit is dus wat ik net bedoel. Ik verwijder heel vaak het verkeerde stuk. Pad is het pas met of village. Oh, er staan haakjes in. Oh, nice, dat wist ik niet. En hier staan nog allemaal, dit zijn allemaal decoratiestukjes. En ik moet dus naar boven een heel pak. Nee, dat is de foliage. Hier is die. Deze hebben we nodig. We gaan dus opnieuw speedbuilden. Zo, we hebben dus het nieuwe stuk. Ja, hier is het nu alleen nog even dit wat ik even ga aan willen moeten. Dit hebben we dus helemaal gemaakt. En ik vind het eigenlijk niet slecht uitzien. Beter dat we hier het pad nog wat anders gaan maken. Dat hij dat zo gaat doen. Dat we zo, dat hij zo kunnen lopen, de mensen. Ja, vind ik het nog beter. Dus dat wordt even opnieuw de petcover nemen. Dat gaan we aan die speed voorbeeld. Kleine stukje, dus ja, dat is zo gefixt dit. En voilà, we gaan eraan beginnen. Hup, we gaan eerst, klopt dit dan wel? Ik wil even eerst met deze gaan werken. Zo, maar hier kan dan, hier klopt dan al iets niet met het stukje pad. Dat steek er dan onderuit en dat is niet mooi. Oei, 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 dit is niet goed. Hoe hebben we dat hier dan gedaan? Er zit helemaal niks onder hier. Ah shit, en daar wel, denk ik. Ja. Yeah. Nu hebben wij een probleem met die petcovers om dat zo te gaan fixen zoals ik dat eigenlijk wou. Ja. Op zich. Dit is een
achtmalig klein schoonheidsfoutje wat hopelijk niet meer gebeuren gaat. Dus dat ga ik me niks van aantrekken. Ik kan er gewoon lekker schuin afgaan. En om het toch weg te werken gaan wij met die hekjes werken die wij ook gebruikt hebben in het begin. En dan hebben we geluk dat er diagonale hekjes in zitten. Ja, voilà. Sowieso komen er overal hekjes en bosomgevingen in het park. Dus dit hekje gaan we overal sowieso terug laten komen. Behalve bij thematische attracties krijgen bijvoorbeeld hekjes met touw of zo. Dat is wel weer een ander verhaal dan. Maar dit is zeg maar het hekje wat overal gaat terugkomen in ons park. Dit zijn dus die soort hekjes, kijk. Het zijn wel mooie hekjes. Ik vind het heel mooie hekjes. Hier tussenin komt eventueel een attractie te staan. Eventueel. Ik zeg duidelijk eventueel. We gaan nu met deze hekjes, met die grote werken, met die grote en die staat fout, zo. We gaan verder aan de andere kant. Dat maakt niet uit, dat zien ze toch niet. Ze hebben hier zo'n heel spits stuk, maar maakt niet uit. Je moet alleen nog heel even hier onderdoor werken, want dat is ook niet te makkelijk om hier onderdoor. Maar we hebben het zo, dan moeten die hier natuurlijk wel even opletten met die dingen. En we springen van de nacht op de dag. We zijn begonnen aan de dingen af te werken en nu zitten we in één keer haakjes plat. Het is allemaal raar. Een rollercoaster kan je meerdere dingen tegelijk doen. Oh, nu heb ik ergens een hekje geplaatst. Oei. Oh hier, ik zie het staan. Dit hekje heb ik geplaatst. Verder dadelijk weg. Maar we gaan dus overal petcovers leggen, wat een mooier resultaat geeft dan telkens met die twee soorten paden te werken. Dit eerste stuk is nu petcovers en dit is eigenlijk ook echt van de eerste keer dat ik dit gebruik. En ik vind het nu al mooi. Ik bedoel, ik vind het gewoon schitterend. En ik ben nog altijd trots op die rotsen hier. Dit vind ik nog altijd. Hier ontbreekt nog wel een beetje meer thema. Maar ik vind het nu, ik ga misschien even nog snel voor het einde wat aan de dingen doen. Dus dat we dat zo een beetje... Nee, shit, er is een boogje. Dit mag niet, ik wil dit weg. Oh god, waterval is uitgevallen. Nee. Het is maar één ding. Ja, fuck, nu is het land verkloot. Tuurlijk, rollercoaster. Je moet weer alles verkloten. Ik word er gek van. Het is rollercoaster, jongens. Je weet ondertussen dus dat het kutste is om met hoogtes te werken in dit spel. En we gaan even die waterval terugmaken. Heel mooi snel terugmaken. Nu eigenlijk kunnen we snel nog even voor het einde hier die rotsjes kunnen plaatsen. Dit is eigenlijk nog niet zo slecht dat we hier nu even de waterval niet hebben. De foliage set. Deze bulder cup groep kunnen wij hier zo misschien even kijken, hè? Kunnen we dat zo uit het water, ja, met die boom daarop is het altijd al mooi, misschien nog niet. Nee, we gaan het even hier een eigen inspiratie doen en dan haal ik misschien beter een grote bulder eruit. Dit zijn misschien een iets te grote bulders. Zijn dit ook nog te groot? Dit is wat we aan de achterkant ook gebruikt hebben, hè? Ja. Dat is deze. Die gaan we zo zetten. Ik weet niet hoe dat voor de waterval gaat komen. Als ze niet in, als ze fout staan, dan... Ze staan gewoon door de waterval, dus. Ik heb die rotsen weg, hè? Want anders zien we de waterval niet meer. We hebben dus eigenlijk het station bijna af. Dat ga ik gewoon even afmaken nu. En de thematisatie gaan we eigenlijk samen doen. Volgende aflevering. En ik vind het al een mooie pad. Ik vind het gewoon super mooi. Dames en heren, hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. En het hangt een beetje vast omdat het verkeerd klikt. Hartelijk dank
Dan voor het kijken en tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3.